Dit hier is een digitale potmeter, de MCP41010. En die heb ik aangesloten op een Arduino via de SPI-bus, de SPI-bus. En ik zal je laten zien hoe je dat doet. Even kort over de SPI-bus. Ik maak gebruik van de standaard libraries van Arduino. Dus dan is mijn verbinding als volgt. Ik heb op pootje 13 een kloksignaal en op pootje 11 een datasignaal. Data in dit geval. En hier op pootje 2 heb ik chip select. En die mag je zelf kiezen. Vaak nemen ze pootje 10 in voorbeelden. Ik heb nu even 2 genomen voor de grap. Nou, ik heb hier een digitaal analoog converter. Dus die sturen we een waarde via data in, sturen we hem een byte. En die gaat hij dan uitvoeren als analoge waarde naar buiten toe. Prima. En die chip select die dient ervoor, die moet je laag maken, zodat die chip weet dat alle data op de bus voor hem bedoeld is. Nou breiden we het een beetje uit en dan wordt het nog wel wat duidelijker. Kijk, ik heb nu een analoog digitaal converter erbij gemaakt. En die is aangesloten op exact dezelfde pinnen, pootje 13 voor de klok, pootje 11 voor de data in. Maar die heeft ook data out nodig. Kijk, dus pootje 12 is data out geworden. Dat zijn de standaardverbindingen voor Arduino SPI. Want deze moet natuurlijk terug kunnen praten naar de Arduino. Want die wil graag die digitale waarde die hij heeft gemaakt van die analoge waarde terugsturen naar Arduino. Dus dan vragen we hem op pootje 11 via data in vragen we hem om een waarde om te zetten. Om dus een sample te nemen van de analoge waarde hier en dat terug te sturen over pootje 12 als digitale bytes. Allebei de chips hebben een eigen chip select. Dus als ik pootje 2 laag maak, dan weet deze chip dat alle data op de bus voor hem bedoeld is. En als ik pootje 4 laag maak, dan weet deze chip dat alle data op de bus voor hem bedoeld is. En zo werkt het dus. Aansluiten is erg eenvoudig. Hij wordt aangesloten op de seriële SPI-bus. Dus dan hebben we klok, serial klok en serial data. Dat zijn pootje 13 en 11. En de chip select, die mag je natuurlijk zelf kiezen. En in dit geval is het 10. Dus 10 gaat naar 1, 13 naar 2, 11 naar 3. Hier is ground. Op 4 moet dus ground komen. En op 8 de voedingsspanning. En dan zit hier onze potmeter, die we uiteindelijk aansturen. Dus pootjes 7 en 5, daartussen zit de potmeter. En de loper wordt afgetakt op pootje 6. Dit is de datasheet van de MCP41010. Ook van de 42, de dubbele uitvoering. Maar ik heb de 41, de enkele uitvoering. En hier kunnen we zien hoe je hem aanstuurt via de digitale of via de seriële interface. Nou, dit staat ook al meerdere keren op internet uitgelegd, maar ik doe het toch nog een keertje. Bladzijde 17. Kijk, de seriële interface. Als je deze pagina even goed doorleest, dan vind je terug dat om hem aan te sturen, stuur je eigenlijk twee bytes. Een command byte en een data byte. De first byte is always de command byte. Followed by de data byte. Nou, en je stuurt dan één van de drie commando's. Bijvoorbeeld, schrijf een nieuwe waarde in de potmeter. Nou, dat gaan wij natuurlijk gebruiken. Of een ander commando is om hem in low power mode te sturen. Dan gaat hij eigenlijk in een soort shutdown mode. En een andere optie is om geen commando te sturen. Dus nou, dat is een beetje flauw. Dus we gaan natuurlijk het meest gebruik maken van deze. Nou, en dan leggen ze uit in het volgende plaatje hoe je dat dan doet. Kijk, dit is de command byte. Dat zijn dus 8 nullen of enen. En die kruisjes, dat betekent don't care. Dat is eigenlijk dus, of het nou 1 of 0 is, dat maakt niet uit. Dat negeert hij gewoon. Dus we beginnen met 0, 0. En dan krijgen we C1 en C0. De command selection bits. Nou, dan heb je hier een tabelletje. Dus als je daar 0, 0 van maakt, dan is het geen commando. 1, 1 is ook geen commando. Maar 0,1 is write data. En 1,0 is die shutdown low power mode. Dus wij gaan gebruik maken van 0,1. Dus we krijgen 0,0,0,1. Dan weer twee kruisjes, dus weer don't care. Doen we gewoon weer 0,0.
Dan krijgen we P1 en P0. En bij die P1 zit een klein asterixje. En dat betekent namelijk dat bij de 41, bij het enkel device, is dat ook een don't care. Want dit is namelijk de potmeterselectie. Dus dan selecteer je de interne potmeter 0 of de interne potmeter 1. Maar wij hebben er maar 1. Dus dit wordt ook gewoon een 0 of een 1. Dat maakt niet uit. Nou, ik maak er een 1 van. En van deze maak ik ook een 1. En dan selecteer ik namelijk potmeter 0 of allebei. Dat wordt dus potmeter 0. Dus gewoon, want ik zei het al, deze is don't care. Dus dit is eigenlijk hetzelfde. Dus dat gaat het worden. Dus het wordt dan 0001001. Daarna sturen we de data en dan zou die potmeter een nieuwe waarde moeten aannemen. Dit is de hele Arduino sketch. Nou, past helemaal op het beeldscherm, het stelt erg weinig voor. En we beginnen met include SPI. Dan heb ik een define voor mijn chip select. Op pootje 10 zit die chip die ik wil aansturen. Nou, in de setup doen we dan een paar standaard dingen. Dus ik maak van die pin maak dus een output en ik schrijf hem hoog. Dan zeg ik SPI begin en de clock divider die gaat op 8. Tot zover helemaal standaard. In de loop roep ik dan een procedure aan die ik heb gemaakt om die chip een waarde te geven. Bijvoorbeeld hier de waarde 255. Nou, de waarde 255 zet de loper van deze potmeter helemaal naar beneden. Helemaal naar pootje 5 toe. En de waarde 0 zet hem helemaal omhoog, naar pootje 7. Dus als ik de waarde ergens in het midden kies, 128 of zo, dan stuur ik die waarde naar mijn potmeter. Nou, wat doet hij dan? Kijk, die waarde wordt meegegeven als een byte. En hij geeft ook nog de chip select mee, om aan te geven om welke chip het gaat. Dan maak ik hier mijn command byte. Die hebben we net gezien, dat is dit geworden. 00010011. Dan zet ik de chip select low. En dan weet dus die chip van, oh, ik ben nu aan de beurt om te communiceren. Dan stuur ik hem het commando. En ik stuur hem de waarde. En ik schrijf weer de chip select high. Zodat die chip weer weet dat hij klaar is met communiceren. Nou, dat is eigenlijk alles. Dus laten we zien wat er gebeurt als ik eerst maar eens waarde 0 erheen stuur. Nou, dan krijgen we dus dit. 57 ohm. Dat is minimaal. Dus dat is, dat is de laagste stand van de potmeter. Want ik meet tussen pootje 6 en 7. Ik kan even de hele potmeter meten. Kijk, dan plaats ik deze eventjes. Nu meten we gewoon over de potmeter heen. En die is inderdaad dus bijna 10k. Nou, terug naar de loper. De loper staat nu helemaal tegen de andere kant aan. Dus bijna, nou, bijna 0 ohm. Nou ja, 60 ohm. Nu gaan we dat ding iets te doen geven. Kijk, ik heb hier een geinige website gevonden. Meraman.com. En hier kan je een tabel genereren om uiteindelijk de waardes voor een sinus te bepalen. Nou, ik zal laten zien hoe het werkt. Standaard zegt hij 16 stappen. Wij doen iets meer. Laten we er 44 doen. We hebben een 8 bits device. Onze digitale potmeter is 8 bits. Hup, submit. Dan krijg je hier een hele lijst met waardes. En hier een array. En dat kunnen we goed gebruiken. Dus die kopieer ik. Dan ga ik naar mijn Arduino programma terug. En dan declareer ik hier dus een array. Int. Vector 44 noem ik hem. Zo. Die staat hier, die hele array. En in de loop doen we dan dus een for loopje. For i. Int. I is gelijk aan 0. Tot 44. En dan gaan we dus uitsturen 44. En dan dit ding zo.
Dus we maken nu een loopje van 44 lang. En dan pakken we elke keer één deel uit die array. Die pakken we de eerste waarde. En de volgende keer de volgende waarde. En die sturen we uit naar onze digitale potmeter. Die potmeter hangt nu met de ene kant aan de plus, de andere kant aan de min. En de loper die gaat naar mijn scope. Kijk hier. En dan krijg je dus dit. Kijk, een hartstikke leuk sinusignaal. Nu zijn er wel andere mogelijkheden om dit met Arduino op te wekken hoor, zo'n sinusignaal. Daar hoef je helemaal niet zo'n extern device voor te gebruiken. Maar ja, ik moet hem toch iets te doen geven nu. Dus dit leek me leuk. Nou, je ziet dat het eigenlijk allemaal stapjes zijn. Hè? Het is echt een trapsgewijze sinus. En de frequentie die we halen nu is bijna 1 kHz, 900 Hz. Dus dat is niet heel best. Nou kan je dat trapsgewijze nog een beetje, nog iets gladder maken. Door gewoon hier meer samples in te vullen. Dus bijvoorbeeld 128. Submit. Hup. Int. Vector 128. Dan gaan we die gebruiken in de loop. 128. En dan krijgen we dit. Kijk, nou ziet hij er een stuk smoother uit. Eigenlijk is hij nou wel heel erg mooi. Maar ja, nu halen we nog maar een frequentie van 320 Hz. Dus ja, dat is niet heel best, hè. Maar wel geinig, hè. En de waarde is natuurlijk van 0 tot 5 volt. Ik kan natuurlijk niet naar het negatieve gaan, omdat ik geen negatieve spanning heb. Hier zie je het ook, de voltage piek. Dus hier tot hier is precies 5 volt. En zo stuur je dus zo'n digitale potmeter aan via de SPI-bus. De volgende keer gaan we nog even verder met de SPI-bus, want ik heb nog een mooie analoog digitaal converter liggen, een 12-bits device, en een mooie digitaal analoog converter de andere kant op, ook een 12-bits device. Dus daar gaan we in de volgende filmpjes iets leuks mee doen.